jij dan? We gaan een house tour geven in mijn zelfgemaakte Romelux huis. En ik weet zeker, jullie gaan die super cool vinden. En we gaan even Dreamers openmaken. En dit zijn hele bijzondere Playmobil poppetjes, want het zijn Ever Dreamers. Kan ik World. Voordat we gaan beginnen, geef een duimpje omhoog. En we gaan voor de 1, 2, 3, 4, 5. 5000 tikken en omhoog. Dus klik op die duimpje. Bedankt. En eerst gaan we deze openmaken, deze oranje. Dus die mogen weg. En zullen we hem dan gaan openmaken? Zo. Heb ik. Heb er... Ja. Oh, surprise! Oké, deze moeten we openen. Pak hem. Heb het. Maar, oké, eerst gaan we die even openmaken. Maak hem open. Oeh. Oeh, er zitten zakjes in. Ik begin met deze. En er zit een kaartje in. En daar staat er die poppetjes op. Kijk, er zijn allemaal soorten. En wij maken nu die open. Ever Dreamers zijn 5 vriendinnen die je kunt sparen. En ze hebben allemaal 8 surprises. Woe! Een magisch katje! Een katje! Een magisch katje met vleugels! Echt heel schattig. Dit is het poppetje waarschijnlijk. En die gaan we op het laatste doen. Of nu. Of wacht, wat staat hier? Oh, kijk! En een hele leuke kaart van Edwina. Oh, hartjes. Zullen we hem toch wel even openmaken? Ik ben heel benieuwd namelijk. Ja. Zo. Dit is Edwina. Dit is de waterpenster! Echt? Ja. En dit zijn allemaal volgens mij stickers. Wat je met een waterpen moet doen. Oh, ja. Ja, maar weet je wat? Ik ga water halen voor de waterpen. Oké, komt goed. Oh. Het is gelukt. Ik ga nu de stickers gaan kleuren. Of het... Kijken of het werkte. Ik... Ah, het lukt echt heel goed. Kijk hoe schattig. Wat is dit dan? Oh, en die sticker, die hoort dus hier zo. Kijk, ook een leuk armbandje. En hier is een beker. Weet niet. Voor als je klaar bent met opdrukken. Dus hier heb je ook nog een... Dit is ze geworden. Ze heeft 2 doppers. Ze heeft een soort van board met cool. Die kan ze vasthouden. Ze heeft een leuk gymtasje. Ze heeft zo'n gewichtheffer. En een heel mooi katje. Ze heeft een stripboek. Ze heeft nog iets. Ik weet niet echt precies wat het is. Ze heeft zo'n mooie pen. Waterpen. En de armband. Ja, die hebben we ook. Nee! Wat heb jij dan? Zij heeft een... Beer. Nee, die is zo schattig. Een pandabeertje. En wij hebben een flamingo. Deze, ja, nou, deze moet je om je armband doen. Alsjeblieft. Oh, allemaal met een cute pandabeer erop. Nou zeg. Oh. Een mooi iets op de ezel. Nou. Dreamers zijn klaar. Ik vergeef ze een dikke duim omhoog. Ik. En dan is het nu tijd voor de house tour. Nou, ik zit even in de kamer van mijn broer. En nu ga ik een Roblox room tour maken in mijn Roblox huis in Adopt Me. Ik zie er zo uit met leuke 2 vlechtjes. En dit is mijn huis. Nou, eigenlijk een flat. Een heel groot huis. En nu gaan we erin. Tada, in mijn huis. Ja, we zijn er. Hou hier je tickets. Nou, je kan namelijk ook een party maken. En we zijn op de party van mijzelf. Yay, wat leuk. En hier is de kassa. Oei, leuk. Hier heb je nog zo'n kassa. Hier heb je een tablet. Voor kijken of nog iemand op de wachtlijst staat. Hier kan je wachten. Dus wachten. Oh, ik zit zo lang te wachten op mijn ticket. Ah, ik ben eindelijk. Dankjewel voor het ticket. En zo kom je binnen en ga je naar buiten. Eindig je.
Laten we beginnen met de pool. Dus het zwembad. We gaan lekker zwemmen. Dit is het zwembad. Ik heb trouwens al dit allemaal zelf gemaakt. En dit huis is ook het duurste huis in Adult Me. En ik heb heel lang gespaard. En dit heb ik zelf helemaal ingericht. Dan moeten jullie maar laten weten of ik het mooi heb ingericht. Dit is de duikplank, de hoge duikplank. Oeh, oh ja, het is heel diep, kijk. Oeh, dit is de diepte. Ik had eerst een ander huis, maar ik dacht, ik wil gewoon het duurste huis. Laten we daarvoor gaan sparen. Dit is voor de baby's. Want kijk, je kan natuurlijk ook een baby zijn. Hier kunnen ze natuurlijk even lekker chillen. Ja, ja. Er staan ook twee schatkistjes. En ik heb aan alles gedacht. Want ik dacht van, wat heb je nou met zwembad? Nou, altijd na het zwemmen moet je even gaan douchen. Nou, laten wij ook even gaan douchen. Want ik heb net in het chloor gezeten. Je moet natuurlijk wel even douchen. Oh ja, ik was wel klaar. En een kleedhokje, kijk. Even open de deur. Nou, bedankt. Kijk, hier zijn de handdoekjes. Want je moet natuurlijk ook... handdoek hebben, anders kan je niet je afdrogen. Nou, wij zijn afgedroogd, dus we gaan weer. Klaar. Gaan we op naar Janna's kamer. Want we hebben allemaal kamers. En Janna krijgt van mij ook een kamer. En de M betekent voor mijn vriendinnetje. Dat is de kamer voor mijn vriendinnetje en voor Janna. Dit is de petkamer, dus de dierenkamer. Hier kunnen ze drinken. Ja, ik heb geen pet, maar dier. Hier kunnen ze eten. En hier is een matje. En hier kunnen ze slapen. Heel leuk. Ik vind hem wel echt leuk bij Janna passen. Hier is de bank, een zeemerminnenbak. Dat wou Janna heel graag. Oh nou, dit staat net op roze. Janna's lievelingskleur, die tv. Dat is leuk. Twee bomen, lekker boekjes. Oh ja, nu gaan we naar het ding. Dit is pandabang met een leuk pippelpaars bedje. Leuk tafeltje met krukjes. Oh ja, deze doet het echt, hè. Springkussen. Woo! En een ballenbak. Yay! Dit is Janna's badkamer. Een roze bad. Want Janna houdt van roze. Ik vroeg het nog van welke kleur wil je? Ja, ik wil roze. Nou, had ik eigenlijk al kunnen verwachten. Dus dit is de badkamer met handdoekjes, met ook een wc-pot. En een mooie wastafel. En mooie vlindertjes, die vind ik wel echt leuk. En deze vind ik ook heel leuk, dit bang. Met, oh ja, en ze had nog een leuk hartjeskleedje. Ook heel leuk. Dus, dit was Janna's kamer en mijn vriendin's kamer. Nu gaan we op naar Bram's kamer. Dat is mijn broerskamer dus. Waar we nu op zitten. Oké, even. Dit behang lijkt zo enorm op mijn broers behang. Jullie zien hem niet, maar dat lijkt er echt heel erg op. Hij heeft namelijk behang van de hele wereldkaart. En het lijkt er echt gewoon op, hè, die kleuren. Met ook een boekenkastje. Oh ja, dit is ook heel grappig. Een piratenbank. Hoe verzin je dat nou? Met een tv'tje en een kleedje. Dan gaan we naar Bram's kamer. Oh ja, dat behang, dat is echt knal. Kijk maar. Boom, boom, boom. Oh ja, hier kan hij doorheen kijken. Zie ik iets? Ja, ik zie iets wit. Hier is een springkussen voor Bram. Vond hij ook wel leuk. En hier kan ik slapen. Daar kan ik niet slapen, want ik ben namelijk geen baby. Dit, hier kan de huisdier eten en drinken. Doe ik de deur open. En dit is een badkamer. Oranje met leuke zwaartjes. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Janna. Dan een ander behang. En een andere kleur bad. Dus, dit is mijn broers kamer. Oh ja, dat laat je zo meteen wel op mijn kamer zien. Je hebt namelijk ook altijd een balkon. Oh ja, moet je zien. Deze deur heeft Bram allebei bij alle kamers. Kijk, daar zie je. En daarachter zat ook nog diezelfde deur. Bij Janna zat er ook allemaal dezelfde deuren. En bij mij heb ik al ook dezelfde deuren. Vond ik wel leuk. Ik heb doorzichtige deuren. Oh ja, kijk. S-room, dus Saars room kamer. Met luxe smiley. Dit is mijn bedkamer, de huisdierenkamer. Je kan hier slapen, je kan hier eten en drinken. En hier is leuke balboom. Die vond ik wel leuk. Oké.
Hier is een kleedje. Dit is mijn tv. Prachtig, jongens. Met boeken en een unicornlampje en twee vazen. Kijk, ik kan hem ook uitzetten, maar ik vind hem allemaal leuk. Jij. En dit is mijn bank. Ja. Volwassenen hebben natuurlijk ook wat een luxe huizen, kameren. Dus een beetje een moderne kamer. Dus dat heb ik ook bij mij gedaan. Ik heb een beetje een luxe tv'tje. Dat. Maar die van Janna is weer heel kinder. Echt zo'n kinderkamer. Echt. Ja, je ziet het gelijk dat hier echt voor een volwassen is en die ander van een kamer. Het kleedje. Piano. Vind ik ook altijd leuk. Ik weet niet. Oh ja, dit is mijn kamer. Ik vind mijn kamer zo leuk. Even zien. Kijk, twee plantjes. En dan de hele twee schattige stoeltjes. Kijk hoe schattig dan. Oké. En hier kan ik dan op klimmen. En er staat mijn bed met twee pinguïns. Kijk. Oh. Nou ja, zeg. Met twee pinguïns. En die kan ik ook uitzetten. Dan kom ik aan. En dan gaan we naar mijn badkamer. Nee. En dit is mijn badkamer. Ook leuk behang natuurlijk. Een ding met zo'n wasbak met een spiegel. Sorry, ik haal altijd door elkaar. Een wc. Een bad. En ook handdoekjes. Ook heel leuk. Dus dit is mijn slaapkamer. Eigenlijk mijn hele kamer. Oh ja, dat wil ik nog laten zien. Dit kan je zo. Ben ik weer buiten, denken jullie. Maar ik ben ook buiten. Maar kijk, ik zit nu op mijn balkon. Kijk, ik zit gewoon nu op mijn balkon. Kijk, daarboven is nog een balkon. Laten we daar naartoe gaan. We kijken wat daar is. Ik weet natuurlijk, maar jullie nog niet. En daarom gaan we kijken. Oké. Run. Dit is een restaurant. Eventjes gaan kijken. Oh ja, met de pizza. Het is ook een pizza restaurant. Moet je zo meteen maar zien. Hier kan ik lekker zitten. Hoi. Ik wil graag wat pizza bestellen. Oké, dan gaan we pizza maken. Gaan we nu pizza maken? Oh ja, daar zijn nog pas bloemen. Voor leuk. Pizza maken. Nou, ik pak mijn mooie pizza. Oh, wacht. Pizza. Daar doe ik lekker tomatensaus op. Een beetje kaas. Groenten. En salami. Nou, een hele lekkere pizza om op te eten. Jam. Ja, maar nu heb ik geen zin in. Oh ja, een beetje water wilden de gasten natuurlijk ook. Ja, niet in zulke mooie bekers helaas, maar ja. Oh, en wat is dit dan? Oh ja, dit is de bewaarkamer. Ik had er echt... Ik dacht van, een restaurant heeft alleen maar een keuken met dat. Dus ik weet niet wat ik daar moest maken. Ik dacht, daar maak ik gewoon een kamer waar zeg maar alles... Waar ze alles bewaren. Dus allemaal kookboeken, brood, oud brood en wielen. Dat ziet er best goed uit, vind ik. Okay, dan gaan we naar de laatste verdieping. Oké, en deze vindt papa de leukste verdieping. Want jullie raden misschien wel, hij maakte filmpjes. En dit is nou heel toevallig een filmpjeskamer. De filmkamer. Hoe betekent het trouwens film? Kamer. Nou, Rara, herkennen jullie dit ergens van? Past wel. Kijk, dit is dus ons bank. Ons tafeltje. Kijk, het ziet er ook gewoon echt zo uit. En kijk, wij hebben ook altijd krukjes. En zo zien onze krukjes er nou uit. En dit is, ik zag die, dat... Een greenscreen, we maken er gewoon een greenscreentje van. En dan weet je zeker dat we filmen. Oh ja, deze lamp hebben wij ook. Ik heb gewoon alles gedaan, niet alles. Maar dit hebben wij wel allemaal. We hebben zo'n groen doek hebben wij. We hebben ook zulke krukjes. En we hebben deze tafel, die herkennen jullie denk ik wel. En we hebben ook zo'n lamp. Die kun je ook uitzetten, maar ik vind hem mooier. Oh ja, dit is gewoon, ik vind hem ook wel leuk. Dit is de chillkamer. Dus als je net klaar bent met een filmpje en je wilt natuurlijk even chillen, dan gaan we hier nog even uit. Ik weet dat daar nog een kamer zit, jongens. Maar gerust, want ik wil hier eens beginnen. Oh ja, hier staat een bel trouwens. Want het is de belangrijkste kamer. Want hier is de kleedkamer. Hier kunnen ze lekker zitten, de haren opmaken.
Hier. Oh ja, dat is ook heel leuk. Zo'n make-up tafeltje. Ik zag hem, die moet ik hebben. Kleding. Natuurlijk verschillende kleding aan. Dit hebben wij allemaal niet hoor. Maar voor echte dure mensen die hier komen. Kom gerust en maak hier een filmpje. Dit is een beetje dat je in de spiegel kan kijken. We hadden daar net al het tafeltje, maar ik vond dit gewoon leuk. Ik zag het, ik moet dit gewoon hebben. Dan gaan we verder. Hier, oh ja, hier kan je nog even kijken hoe een ander het doet. Dus dan kijk je zeg maar van, oh ja, dat is ook wel leuk. Na het filmpje, ja, goeie kamer, gaat mijn vader altijd monteren. Want dat moet je natuurlijk ook doen bij een filmpje. Monteren, dat is trouwens dat je het filmpje mooi maakt en alle goede dingen. Want wij hebben ook vaak heel veel bloopers en die halen we eruit. En dan plakken we het weer mooi aan elkaar. En dan, kijk, dan doet hij eigenlijk ook gewoon zo. Met zo'n tv, met zo'n muis, met zo'n box. En ja, het ziet er gewoon echt als een monteerplek uit. Hier gaat hij dan werken met al zijn collega's. Die het ook goed kunnen. Met een boxje. Hier zit ook zo'n box. Zo'n muis en zo'n computer met een tv. Echt heel mooi. Gaan we verder? Dan gaan we verder. Deze kant op, want daar ging het net mis. En dit is, als je natuurlijk klaar bent, dan moet je natuurlijk ook even het filmpje bekijken. Dus dan kan je hier even gaan zitten. Maakt niet uit, je kan ook hier gaan zitten. Hier. Maak wat midden. Zo. Ja! En dan kan je gaan kijken hoe het filmpje is geworden. Nou, en nu kunnen jullie ook gaan kijken hoe het filmpje is geworden. Want dit was mijn huis! Nou, dit was mijn roomtour. Vonden jullie de kamer mooi? Laat het dan weten. En geef zeker een duimpje omhoog. En abonneer op deze video. Doei! Yes, we hebben een nieuwe leesboek. De Zoetensensjes vieren Sinterklaas. Een boek helemaal in het Sinterklaas thema. Met weer geweldige tekeningen. Van Iris Boter. Leuk om zelf te lezen of voor te lezen. Bestel nu en maak kans op deze te gekke Sinterklaasprijzen. En dan weet je zeker dat jij het boek als eerste hebt. Dus bestel het!